Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Losser. Dag. Goede doelen werken samen aan een betere wereld. Nou ja, hoe goed zijn ze werkelijk? Kijk, als je blij wordt van geven alleen, stort dan je geld met je bloed, zweet en tranen erachteraan en zie niet om. Kijk niet achter het glimmende imago van deze vele goede doelen. Wil je werkelijk bijdragen aan oplossen van problemen? Kijk dan naar deze aflevering, waarin ik je wat voorbeelden geef van waar je naar kunt kijken om een goed doel te beoordelen, met wat bonte voorbeelden van waar het misgaat. Daar gaat hij. Kijk, het gaat natuurlijk niet erg hard met het oplossen van een probleem als je als goed doel aan de leiband loopt van mensen of bedrijven die juist baat hebben bij het voortbestaan van dat probleem. En daarom is onafhankelijkheid zo belangrijk. Bijt niet in de hand die u voedt. Openheid van zaken is dus een redelijke eis. Kijk, als een patiëntenvereniging veel geld ontvangt van een farmaceut, dan zijn ze waarschijnlijk ook wel bereid om iets terug te doen. En dit soort bedrijven hebben baat bij het voortbestaan van hun melkkoetjes, de ziektes. Dus vandaar is het dus ook onbegrijpelijk dat het KWF zo'n schimmige en onduidelijke financiering heeft van hun activiteiten. En Amnesty International zegt onafhankelijk te zijn, maar wordt in feite gefinancierd vanuit de Europese Unie. Je kunt ook omgekeerd redeneren vanaf verdachte geldschieters, zoals George Soros, een schurk uit de bankierswereld die steun verleent aan organisaties als Avaaz, Human Rights Watch en wederom Amnesty International. Hoe doet een organisatie aan werving? Je ziet tegenwoordig veel van die jongeren met jasjes, tasjes en klemborden die op straat mensen proberen donateur te maken. Dat zijn geen idealistische vrijwilligers, maar deze jongeren worden ervoor betaald en zijn daarvoor getraind in keiharde verkooptechnieken. Ze weten donders goed wie ze eruit moeten pikken en hoe ze iemand moeten bewerken totdat hij uiteindelijk donateur wil worden. Dat heeft niks te maken met idealisme. Erg interessant om eens te gaan kijken naar de kopstukken bij deze organisaties. Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze na afloop heen? En wat verdienen ze? UNICEF bijvoorbeeld, die kreeg een directeur die eerst was afgewezen bij de CIA. Ja, CIA, UNICEF, is ongeveer hetzelfde, hè? Greenpeace heeft een aantal oud-kopstukken die nu werken voor de ontbossingsindustrie, houtkap, mijnbouw of palmolie. En er is er zelfs een die werkt voor de walvisvaarders. Dat vertelt een van hen die de organisatie verliet om nog wel walvissen te gaan beschermen. Amnesty International in de Verenigde Staten heeft een directeur die eerst werkte voor Hillary Clinton. En dat is heel handig voor Hillary, want ze probeert Syrië nog op de knieën te dwingen en ze heeft nog mot met Poetin. En het KWF in Nederland heeft een directeur die eerst werkte in de medicijnindustrie en later bestralingsmachines verkocht. Ja, hoeveel kans maken alternatieve methoden dan nog? In een aantal afleveringen van Hendrik Lost Op heb ik niet bestaande problemen getoond. AIDS is een goed voorbeeld. Een organisatie die AIDS zegt te bestrijden is eigenlijk een fictieve organisatie. En die bestaat vooral voor zichzelf en om een inmiddels opgebouwde industrie te beschermen. Vette pech voor wie HIV positief is. Ook kanker is een goed voorbeeld. Buiten de reguliere oncologie valt kanker heel effectief aan te pakken. En toch steunt het KWF dit kansloze circus. En de actie Kony 2012. Die richtte zich ook op een niet bestaand probleem omdat de schurk Jozef Kony zich in de afgelopen 10 jaar niet meer vertoond had in Oeganda. Maar ja,
De actie vormde het draagvlak voor een militaire interventie waarmee de bodemschatten van Oeganda veiliggesteld konden worden. Olie. En ook het klimaatprobleem bestaat niet. Maar er valt een heleboel geld en subsidie aan te verdienen, onder andere van de overheid. Dit is een overheidsthema. En daarmee vallen een heleboel werkelijk bestaande milieuthema's buiten schot. Dat komt goed uit. Draadloze technologie en tal van ingrediënten in onze voeding en cosmetica verhogen onze kans op kanker. Maar van het KWF geen kwaad woord over mobieltjes, aspartaam of parabenen. En vorig jaar liet Greenpeace het afweten toen de kerncentrale in Borselen vergunning had aangevraagd voor het stoken op MOX, plutonium, net als Fukushima. En dus, door de stille diplomatie, kreeg de kerncentrale de vergunning. De milieubeweging in zijn geheel laat het afweten op een groot aantal thema's, zoals het kwik in spaarlampen, het impregneermiddel wat in hout wordt gestopt en verarmd uranium. Dat is kernafval waarmee in de conflicten van de laatste twee decennia voor honderden tonnen is weggeschoten in het Midden-Oosten. Dat is spul waar geboorteafwijkingen uitkomt en kanker. Dat schijnt niemand te interesseren. Achter de façade van goeigheid trekt vaak een heel ander beeld op. Multinationals als Monsanto en Cargill, die produceren genetisch gemodificeerde, geheel ondergespoten soja of palmolie uit voormalig oerbos en krijgen daar toch een keurmerk voor duurzaamheid voor. Van het WNF, die veel geld verdient aan deze keurmerken. Het WNF is opgericht door elitaire olifantenjagers en bankiers. De organisatie wordt ervan beschuldigd te doen aan landjepik en het verdrijven van kleine volken. En ook Pink Ribbon is opgezet door cosmetica-fabrikanten als afleiding van hun kankerverwekkende goedjes. En is feitelijk gepikt van een oud vrouwtje wat een zalmkleurig lintje had bedacht. Bij grote rampen als in Indonesië en Pakistan heb ik geld gegeven. Gruwel. Bij Haiti was ik afgehaakt omdat ik zag hoe de boel gemanipuleerd werd. Het volk daar niets kreeg en gewoon mocht creperen. Maar wel was er geld voor het opzetten van luxe hotels. En terwijl Astrid Kersenboom het officiële verhaal verkondigde, kon ik via de podcast van Adam Curry, de No Agenda Show, heel goed de harde werkelijkheid volgen op de grond in Haiti. Luister ook eens naar deze podcast en je hebt direct een echt goed doel voor je geld. Ik heb het eerder gezegd, geloof niets en kijk het vooral zelf na. En daarom heb ik onder de clip een aantal links gezet, waaronder mijn artikel over dit onderwerp. En als je het een leuk filmpje vond, like het dan even, om het fraaie woord maar weer eens te gebruiken. Nou ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hmm.